Je was ook in Frankrijk bij Tour de Jour. En daar heb je ze nu dan ook even lekker laten gaan. Hè? Dat was fijn om even... Een zwembadje, zei ik? Nou, gewoon even... Hey, echt hè? Nee, dat is het moment dat René... Van de... Nee. Ja. Ik word helemaal ziek van je. En dit was toch dat moment waar jij het over had, René? Dat, ja. Dat ze daar in Frankrijk... Kom op, hè. Jezus, Mina. Dat lijkt een echt een klootzak, weet je. Rita Corita. Pleut hem op. Ik wist het. Waarom moet je altijd met van jouw lul zitten? Nee. Ja, pleut toch op, joh. Ja, joh. Ja, ja, weet je... Wat? Kijk, nee, ik snap het. Ik snap dit wel, want een andere mogelijkheid is wachten tot het donker wordt en iedereen weg is. Ja, dan zit je 15 uur in het water. Dat schiet hem niet op. Ik zal je vertellen, toen was het wel was geen enkel probleem om daar 15 uur in te zitten. Nee, was lekker, hè? Want er was bloedheet op die camping van jou. Ja. Dat was een hele leuke camping die je had uitgezocht. Vond ik zelf ook, Jan. Of een schapen zet je daar nog niet neer. Jij gaat daar in de tent zitten. Het was warm, hè? Jezus, man. Dat was echt niet normaal. Afzien daar, ja. Maar het was verder heel leuk, toch? Ja, ik vond het ook leuk. Ja. Ja, het zag er heel gezellig uit op tv. Ja. René, nou, ik had er nog wel eens contact. Want wij waren hartstikke jaloers dat wij niet naar de camping mochten. Ik wil vertellen, die mensen hebben zich echt te petten gewerkt. Ja, dat is wel waar. Het is echt, En toen moesten ze van dat balkon af daar. Want er moest zo, weet je, zo'n oud beentje moest spelen waar de café, weet je. Zo'n hoenpapa. En dus je moest naar beneden. Ja, die jongens die hebben het allemaal echt keihard gewerkt. Die hebben echt heel maar die slapende kinderen en zwaaiende toeristen, die mis ik hier. Hey. Kan ik nog één keer die beelden zien? dit zijn beelden van een mislukte jeugd. We gaan verder. Beelden van een mislukt dieet. Heb je van de week gehoord? Wat? Ik wilde een spuitje geven. Nee. Ja, jongen, klootzak. Een spuitje, geef hem een spuitje, zegt hij. Goed, man. Lekker man. Ja. Maar hoe kreeg jij dat geld uit dat land dan? Nam hij gewoon mee, heeft hij vorige keer toe verteld, toch? In de zak. Jawel, maar je moet toch aangeven bij de douane als je heel veel geld bij je hebt? Nou, ik ben één keer aangehouden, jongen. En de grote vraag, maar die zei ik al gezegd, je moet een papiertje meenemen, weet je, dat er van de bank gehaald had. Dus dan mocht je zo door naar huis. Valsheid en geschriften dus? Ja. Nee, je was officieel, jongens, ik nou weer te lullen, man, met valsheid en geschriften. Maar ik kwam niet zeggen dat ik van die meneer had daar, weet je wel. Er ging zo'n hele grote foto van die sheik. En ineens, hop, gelijk als een raket gingen die gasten staan. Ik heb het meer over de douane in Europa. Als die jouw koffer open doen en ze krijgen de indruk... Nee, je hebt bewijs van de bank. Ze hebben de eerste keer dat je daar stond, schijnen ze de... Hebben ze het opengemaken geteld. Maar ja, toen waren ze 2 weken bezig. Toen zei ze, laten we dat maar niet meer doen. Lekker man. Als ik hier kwam, dan nam ik het mee. Maar normaal werd het gewoon overgeschreven. Goed, omdat ik in principe, ik woonde niet in Nederland of in België, ik woonde daar in... Officieel, je was ingezetene. Ja. Ben je ook het paspoort ook en zo daarvan? Ben je nu eigenlijk Arabier? Nee? Ik weet het niet. Had je ook een andere naam daar, Jan? Ja. Ja? Ja? Mohammed? Boskamp? Ja? Mo noemden ze me. Mo. Mootje. Ja. Hé, hey, Mo, hoe zit het? Jan. Als je zo even over de knie gelegd wordt in je eigen stadion. Zo. Dat was toch ook niet normaal? Daar zit hij inderdaad. Die werden helemaal zoekers, van kastje naar de muur. Ik denk deze 7, 8 minuten. Denk ik, nou, dat gaat nog. Ja. Maar toen zijn ze niet meer aan de bal geweest. Voor de supporters normaal, is dat dodelijk. Oh, want die haten elkaar. Oh. United en City. Ja, maar ze haten nog meer Liverpool. Hè? Dat is onvoorstelbaar. Dat is een gemeenschappelijke haat. Dat is niet te geloven. Er zijn die steden tegen elkaar, ja. Onvoorstelbaar. Ja, dan hebben ze nee, maar... Het heel Engeland, ik weet niet wat het is. Maar ze hebben liever dat City kampioen wordt dan ik Liverpool. Ik niet. Nee, jij niet? Nee. Je bent toch van Man United? Nee, je wilde tegen mij dat je van Man United bent. Nou, van oudsher was Man United een fantastische club om heen te gaan. Maar ik vind Liverpool ook een geweldige club. Ja, op het moment wel. Maar ja, ik snap het niet. Ik vind dat ze een enorm goed voetbalspel. Daar hebben we er van de week over gehad. Weet je nog dat ze kies tegen Barcelona? Die Sanchez voor zijn 500.000 euro in de week. Dat kan toch ook niet, hè? Dat is dan niet normaal? Nee. En, terwijl hij wel kan voetballen, hoor. Ja, ja. Maar je hebt niemand die zo kort kan draaien als Sanchez. Ja, ja. Maar als je nou gewoon de linksback ziet, die is toch een kilo of 4 te zwaar, denk ik, of niet?
Die, ja, die zijn dus, brak toen. Nu, ja, die ja, bij Europees. Die heeft zo'n is niet te geloven. Ik weet die niet heeft een onderkin. Ja, die onvoorstelbaar. Ja, ja. Onderkin. Ja, dat is dan niet te geloven. Nee. Lelijk is dat, hè, zo'n onderkin. Ja, ja, onderkin. Ja, niet op arm slaan. Ja, dat... dat oog voor jou, hè. Dan ga ik aan de andere kant ook leggen straks. Trouwens, een vraag uit land. Heus Rovers uit Oosterhout. Of je speech al klaar hebt voor je boekpresentatie van zondag. Doe je ook iets speciaals? Of... Met dat boek? Ga je iets speciaals doen? Laat maar lekker. Dan moet je aan hem verjaren. Nee, nee. Ik heb daar niks mee te maken. Nou, ik heb er ook niks mee te maken. Nee? Maar jij, nee. Jij gaat er toch naartoe nee, zondag? Ja, ik ga er naartoe. Omdat, ja, jij moet de winkel openen. Juist. Maar ik heb, ik, la, ga je over, laat maar, nee, maar ik weet niet of het waar is. Ik weet namelijk niet of het waar is. Maar of vertelde jij me dat nou? Jan's boek wordt alleen verkocht bij bol.com. Fout, ja, lach maar, joh. Ja, maar lach maar, joh. Klote. Dat vind je leuk, hè? Nee, ik snap het niet. Nee, maakt niet uit. Gek wordt voor jullie. Ik ga hier van mijn leven niet meer zitten. Dan, nou, dan, nemen, we dan nemen we Johnny Heit in. Daniel erin. Lekker, man. Leuk, toch? Ja, soms zijn we weer aan te spannen. Ja. Maar hij zal er wel wat voor doen, hè? Kijk, er staat hier. Ja. Ja, hij ziet er slecht uit. Ja. Mag er wel eens wat aan doen, Jan? Vind je ook niet? Je zult wel zo'n lelijk lijf hebben. Ja. Dan laat je toch nergens bij een vrouw je broekzak, hè? Oh, Jan. Sorry. Ja. Kijk, daar zijn die wijven gek op. Ja, natuurlijk. Ja. 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 Maar ze kiezen dan wel een standje uit dat jij er niet bovenop zit. Ik heb jou verleden week gezien, ja. Die walrus, wat je, dat lijkt wel een borstkamp. Dat was niet normaal ook, hè, man? Nee. Laat dat nog een keer even zien, die foto. Oh, die beelden van vorige keer. Oh, die zijn weg. Ja, maar ja. 113 kilo vertelde hij. 113, maar Jan zei dat hij zelfs nog zwaarder geweest ja, is. Ja, zwaar? Ja, ik was bijna 140. Nou, maar aan mij zie je het niet, hè? Dan kwam door de stress. Aan mij zie je het niet. Maar dan mag je niet meer vliegen. Ga jij nou zitten lachen om mij? Je gaat mij toch niet vergelijken met jou, man. Rond erop. Hebben die bolens al gezien? Kijk die bolens. Dat is niet normaal, man. Kijk. Ja, dat is niet normaal, man, die kop, man. Nee. Ik kan het niet. Kijk eens. Dat is een waterhoofd. Dat is een waterhoofd. Ja. En dan zie je gaatje is moe, weet je. Ja, schitterend. Kijk hem zitten, joh. Hij mag wel weg nu, hoor. Ja. Ik denk, ik pauzeer even. Ik vond het wel aardig, heel gezegd. Dus. Maar die kennen Messi ook allemaal, hè? Stuk voor stuk. Dat is een... Ja, die jongen dus, heet de Fijn Support en Emo ook. Nou, die hebben ons met jouw kameraad. En normaal vraag ik lekker aan Raymond, joh. Raymond, ja. Raymond, ja. En die hebben de kleren laten lopen, geloof ik. Maar nou heb je al het oorlogsmuseum wel gehad, hè? Nou ja, maar nee. Ah, ja, het is zo verschrikkelijk mooi, joh. Ja? Ja, niet... Ja, niet mooi in de zin van mooi, maar interessant. Ja. Ongelooflijk. Ja, maar, jij was daar, Yad Vashem heet dat daar. Hè? Dat, ja. En het was al dicht, geloof ik. Maar ben je er nou uitgemikt of zo? Hoe zat dat nou? Nee, maar we hebben beelden dat jij... Ja, dat lijkt, weet ik. Kijk even. Die Raymond, nee, lijkt wel heb ik wel een keer een rotschop. Even kijken. Here we go. Sorry. Is dat kijk je? Why you open? I told you it's closed. Why you open the door? No, it was open. No. It's I tell him. It's don't closed. Go. The door was it's open. It's closed, sir. I'm very sorry. One parking lot. Nee, dat is Judith. Dat is in 87 jaar die mevrouw. Dat is een Joodse vrouw en die had zich verstopt in Brabant, in Eindhoven. En dat wou ze nu weer. Dat lijkt het wel. Ja, dat lijkt het wel. Ze wou zich nu weer verstoppen. Ja. Ze speelt gewoon graag verstoppertje. Nee, maar, ik hoorde er ook roepen. Kom maar. Ja, pleurt toch op jullie, man. Ja. Niet te... Wilfred. Nee, maar jij was daar voor een documentaire in de Bocht van Sport. En die mevrouw, die heeft toch gewoon alles eventjes verteld. Wat samen meegemaakt had. Ja.
En dat was geen kattenpis, mocht ik zijn. Ik ook. Ja, jij helemaal. Je gaat in Drenthe wonen. Ja. Kijk hem zitten. Ja, dat wordt cashje. Ja. Maar hoe is het dan met dat zwembad voor jou? Heb je het al dichtgegooid of zo? Nee, ik wil eventjes daar niet over praten. Nee, niet over praten. Nee, is dat niet een leuk onderwerp? Nee, als je nou doorgaat, begin ik over een wethoorwereld. Ja. Nee, dan hou ik heel snel op, wat dat betreft, ja. Maar heb jij een zwembad? Dit is het toch, of niet? Dan kan Jan wel een keer langskomen trouwens. Ja, je hebt het leuk lekker. Nou, maar het is misschien leuk als Jan een keer langskomt, dat de kinderen uit de buurt bovenop Jan kunnen zitten en dat ze kunnen varen. Ja, echt een klootzak, hè? Dan sta je net hand in hand met me en nou doe je weer een klootzak. Ja, ik moet zeggen, je had wel van die vieze zweethandjes, moet ik zeggen. Nee, maar godverdomme, ik ben heel nerveus als jij mijn handje geeft. Ah, ja, maar wat wel voor je is, Jan, kijk nou even om dat zwembad heen. Dat is gewoon, het is niet van die stenen en zo, wat je normaal gesproken Ik weet niet hoe je aan deze foto komt, maar wat? Dit is niet het nudiste zwembad in Grollo. Is dit het niet? Maar je hebt toch wel dat je er zo uit kan klimmen met een trapje en zo, dat je niet allemaal van die stenen waar je overheen moet lopen, toch? Of... Hey, dat is een natuurbad. Oh, een natuurbad. Nu ga je zwijgen, hè? Dan ga ik, wat Johan niet wil doen, ga ik erover praten, nou, over Humberto. Humberto? Ja. Nou moet je smoel houden, nou. Kijk even dit, joh. Kijk even dit, joh. Dat is de eerste keer dat ik er zo kan zitten. Ja. Helemaal bezwaar. Hij is nu chantaal. Ja, om niet te geloven. Ja. We hadden net met die twee dames in de kleedkamer hadden wij een discussie. En de vrouw van Danny, die zei van... Volgens mij heeft Jan ook hele grote hoopjes. Wat is dit nou toch weer, zeg? Wie zei dat? Die vrouw van Danny, ja. Spannend. Maar nee, want ze zegt... Nee, Jan, wat ze zei, en dat is zeer terecht... Zij heeft het boek van Wilfred gelezen. Daar staat in, als je goed voedsel neemt, heb je ook goede poep. Ja, en dat moet dan een lange, natte sigaar zijn eigenlijk. Als je dus... Nou, volgens mij heb jij geen lange, natte sigaar. Jan, alles werkt wel. Hè? Ik reed samen met Jan er naartoe, 2,5 uur rijden. En als we nu even onderweg even stoppen. Even sanitaire stop, toch? En toen kwamen we aan. Ik zei, moet ik in mijn pisbroek in die auto dan? Nee. Maar we kwamen aan en je was kijk, waren gelijk. Ik drink dat niet, want dan moet ik om de 5 minuten moet gaan pissen. Ja. Nee, de blaas is niet meer helemaal in orde. Wat er geweest is. Ik had de indruk. Hoe bij jou wel? Nee. Ik sta 4 keer per nacht over de pot te zeiken. Nee, maar we waren er nog niet. We waren je al even kwijt, toch? Daar toen ook. Dat... Ah, nee. Ben snel naar binnen, voordat je helemaal doorweekt raakt. En dan spreken we elkaar vast zo nog. Is goed, dank je. Jan, waar ben je? Waar is Jan nou? Oh, hij staat achter dat kleine boompje. Pissen daar, Ries. Hij staat echt te pissen. Echt gek. Je kan daar niks van. Een doosje van je, Wilke. Dat is werkelijk niet te geloven. Nee, maar het werkt dus allemaal goed. Dat is de essentie. Maar ik heb 2 uur in die auto gezeten. Ja. Ik heb eerst in kamer 46 met die 3 wijven gezeten. Ja, dat was goed geregeld. Ja, dat was wereldklasse. Ze hebben hem uit zijn bed moeten halen om 12 uur. Echt waar dit, maar ga door. Ja. En dan moet ik af en toe moet ik pissen. Als ik 2,5 uur in de auto zit, dan moet je wel even een keer kleine Jantje een hand gaan geven natuurlijk. Ja. Dat ging allemaal prima. Het gaat ook gewoon weer door, hè, die weddenschap. Maakt Alex Pastoor het seizoen af bij Sparta? Ja, natuurlijk. Tuurlijk? Ja, waarom niet? Ja, natuurlijk, man. Nou ja, omdat het niet zo heel goed gaat. Nou, heb je die... Dat, kijk, het enige kwetsbare aan Alex is, die overschat zich ook een beetje, en die is ook technisch directeur, die wil alles regelen. Nou, dan ben je ook overal verantwoordelijk voor. Maar het elftal van Sparta, daar zou iedere trainer mee op deze positie staan. Jan, ik kijk even naar jou. Is dat nee, zo? Nee, ja, maar met zo'n ploeg kan je niet... Zeg maar, ga maar de top 6. Dan moet je altijd spelen om erin te blijven. Ja. Alleen, soms moet je andere dingen doen, bedoel anders spelen. Hij wil altijd op dezelfde manier spelen. Maar van de week tegen Excelsior, daar komt hij ook weer goed weg, hoor. Ja, maar Jan, dat Excelsior, dat speelt thuis. Dat voetbalde niet. Maar dan moet je toch op een bepaald moment... Kijk, ga je wel even zeggen. Soms moet je gewoon, als je ploeg verdedigend speelt... Hè, dan ga je ook zeggen, nou, dan ga ik ook verdedigend spelen. Want nee, snap je wat ik bedoel? Want dan kan je, die gozer die moet pand de mond pakken, heb geen oplossingen. Ja, ik pleur dan op, jongen. Ja, joh. Dat zal best een leuke wedstrijd worden dan. Nee, maar dan ga je een beetje als Ruud Gullit praten. Ja. Nee, die laatst tegen mij zei... Je moet als je soms niet... Dan moet je die tegenstander de bal geven. Maar stel je voor, die wil hem niet.
Ja, nou, dan ga je met de tribune. Ja. Nee. Dat zou raar worden, ja. Nee, maar je moet... Ja, jullie bent de dolle, ik word doodziek van je weer vandaag. Maar je moet op een bepaald moment moet je punten pakken, René. Ja. En als je die niet... Nee, ik weet al wat je bedoelt. Maar nou gaat Excelsior, die trekken zich terug... allemaal rond hun eigen 16, met z'n 11. Ja. En dan moet Sparta dat ook doen. Nee. Een leuke wedstrijd. Ga ik wel heen. Koop ik een seizoenkaart van Sparta. Nee, maar die... Ik ben helemaal strontziek, Philly. Nee. Maar je weet net zo goed als ik, als hij op bepaalde momenten... als je allemaal voor de bal speelt, zoals Sparta graag doet... dan krijg je het moeilijk tegen... Ja, tuurlijk. Ja, ja, maar we moeten niet doorslaan in Nederland. Zijn we al gedaan? Nou, nee, maar ik was vandaag echt een beetje verdrietig. Oh, nee. Nou, echt verdrietig. Wat? Ik sla vanochtend de krant open. En nu mag je geen sigaretten en sigaren meer verkopen bij tankstations en niet meer in supermarkten. En ik denk, we zijn toch een tikje aan het doorslaan met de betutteling, hè? En dan is er weer een mevrouw van een christelijke partij... die heeft dan ergens opgepikt hoeveel doden er met roken weer dit jaar gevallen zijn. 19.000 per jaar. Ja, dan denk ik, ik ga toch het hele Oude Testament nog eens een keer doorspitten... of ons lieve heer niet een sigarenroker was. Want ja. Dan zijn we bij een van die christelijke partijen af. Ja. Maar het wordt steeds gekker, want... ik eet al geen vlees meer. Nee. Ik drink geen alcohol. Nee, dat kun je zien. En dan willen ze me ook nog mijn sigaartje afpakken. Ja. En dan denk ik, de rokers, die selectieve verontwaardiging, die worden gepakt. Maar de drinkers, dat is geen enkel probleem. In iedere supermarkt kun je kopen wat je wil. Vreten. Jan, jij kunt ook overal nasiballen eten waar je wil. Nou, dat is ook niet gezond. Als dat zich... Als je stopt met roken, is het dan gedaan met je? Nou nee, ik stop niet met roken. Oh, kijk, nee. Ik heb te veel respect voor Theo, de brandweerman hier. Want anders stak ik het woede hier een sigaar aan. Luister, Jan, ik vind je een toffe gozer. Ik weet dat ik het heel moeilijk heb gehad met die val. Want er zitten allemaal nog stukjes los in je kop van je. Ja. Dus ik accepteer het wel wat jij meteen... Maar ik eet graag, Johan. Ja, nee. Ja Johan. En dat zie je niet aan jou. Nee, Jan. Hey, Johan. Maar dan wil ik nog één ding... Je gaat binnenkort terug naar Israël, toch? Begrijp ik ook. Ik ga terug. Het is een toernooitje van Theresienstad, dat is het oude concentratiekamp. En die mensen die organiseren nu toernooitjes met allemaal die ploegen. Vroeger. Die mensen speelden ook voetbal in die kampen. Ja. En al die kinderen, de Arabische kinderen uit Jordaan, Egypte, noem maar op. Die gaan dus 14 of zo, 16 december spelen ze een toernooitje. Met de namen van die ploegen die in het kamp speelden. Oké, en daar wil je graag bij zijn? Nee, dat wil ik zien, ja. Ja. Nou, ik kan me dat voorstellen. Nee, dat is ongelooflijk. Ja. Om te kijken of er wat tussenloopt? Nee. Er kan dus over een talentje tussenlopen, of niet? Je bent echt een klootzak. Nee, Wilfred. Normaal, hè? Normaal moet jij helpen, joh. Ja, dat is niet er ook. Ja. Nee, of het nou over concentratiekampen gaat, worden hier grappen. Ja, homoseksuelen. Ja. Ik voel helemaal met je mee, ik vind het schaamteloos. A partir de là, les critiques, c'est moi, je vis avec. Je vois pas, à part la mort, je vois pas ce qui peut m'énerver encore. Donc mourir une fois en plus, ça changera pas grand chose à ma vie. Voilà, j'ai 47 ans. Moi, je veux la santé. Je fais du plaisir dans mon métier. J'essaye de mettre des gamins sur la bonne voie. J'essaye que le pays soit fier de nous. Et ça, c'est ce qui m'importe le plus. Le reste, vous savez, moi, les gens négatifs, ça ne m'intéresse pas. Je veux aller avec des gens positifs, des gens qui ont envie de réaliser des choses. Il y a des gens dans leur vie qui ne réalisent jamais rien. Jan, even naar jou toe. Hij zegt negatieve mensen, dat trekken me niks van aan. Als ik dit nee, zo altijd zie. Zo geweest. Ja, maar hij trekt ze er juist heel veel van aan. Hij is altijd in de verdediging. Al, ja, maar hij legt het wel makkelijk naast zich neer. Dat kan hij echt wel. Ja, dat kan hij echt. Maar hij laat het zo overkomen dat hij niks... Niks aan, maar ik heb regelmatig een stressfractuur, een fractuur, weet je wel. Dat heb je allemaal. Fractuur? Ja, maar wat is je fractuur? Maar, wat is maar, dat? Een fractuur? Hij heeft last van stress, bedoel je dat? Of ja, bedoel je dat niet? Ja, dat bedoel ik. Ja. Maar dan gaat... Ik word helemaal... Je zei geen fractuur! Ik heb geen fractuur! Nee, wel hoor. Ik heb... Nee, maar
Uitleg maar, hij was er wel doodziek van geweest. Goed kijken, die vertongen kan je echt als het nood moet in tweeën pegelen. Geloof me nou, Johan, dat kan je echt. Ja. Want dan ga ik je wel vertellen. Normaal, bij de nationale proef van België heb je Company en Vermalen. Nou, dat heb je in principe. En dan speelt Vertongen meestal aan de linksbackpositie. Nou, nu speelt Vermalen bij Arsenal, speelt je linksback op het moment, hè, al vier weken. Ja, ja. Dus ik wil alleen maar zeggen, dat is echt die twee... Ga niet los! Ik wacht op die klap. Dus ik denk, ik wacht nog even op de klap. Doe wat gek van je, man. Vertongen speelt linksback. Vermalen speelt linksback bij Arsenal. De nazale ploeg speelt hij centraal normaal. Ja. Ja, je bent er niet achterlijk aan het worden. Nee, zitten? Maar ik snap het. Ik, de context. Nee, maar zo'n Bami Happ René, dat doet heel veel met mensen. Wat bedoel je ermee? Ga je ook lopen zeiken? Nee, wat bedoel je nou? Nou, ik wil gewoon dat de Company en Vertongen die kunnen naast elkaar spelen. Nou, jij zegt van niet, ik zeg van wel. Ja, maar als op het moment dat die Belgen van buiten missen, zetten ze die Rombouts al neer. Maar zullen we weer stoppen in positie? Die zet, nee, dat is die zet, centraal. Nee, als je het einde van de uitzending wil halen, zou ik stoppen. Ze hebben wel erg veel succes gehad met die samenstelling van die verdediging. Hè? Die Belgen die zijn nooit ergens bij. Nee, ik vind het onbegrijpelijk, want ze hebben best aardige voetballers. Nee, ze hebben echt een leuke ploeg, maar het probleem hebben ze aan het is helemaal niks. Wij hebben spelers als Van der Vaart, Sneijder, Van Persie, Robben, die maken op het allerhoogste niveau het verschil. Kijk, die Belgen die hebben spelers bij grote clubs lopen die voetballen mee. Waterdragertjes. Ja, nou zo is het afgelopen. Wil je nog iets zeggen, Jan, of niet? Ik deed dat expres, joh. Ja, dan weet ik wel dat ik dat expres doe. Nou, nee, ik heb niet gekloot. Dat weet ik wel, eigenlijk. We gaan door. Hij knapt weer wat op. Hoe gaat het met je gezondheid? Dus even serieus. Ik las in de krant dat je even wat probleempjes had met gezondheid gehad, toch? Ja, kleine probleempjes, maar... Een bloedpropje en zo, toch? Dat was ja, een kleintje maar, joh. Ja, nee, je kan... Nee, was het auto rijden in één zak dubbel, dat is alles. Nou ja. En dan ga ik naar die dokter, toen ga ik even naar de oogarts, zegt hij. Die zei dat het een heel klein klontje was gesprongen in mijn adertjes. Dus. Maar dan moet je toch een beetje oppassen, Jan, neem ik aan. Dan moet je toch ja, anders... Wat kan ik er nou aan doen? Nou, gezonder leven misschien, dat is minder eten. Nee, dat is niet onaardig bedoeld, maar het is gewoon toch wel belangrijk. Maar je kan toch, eerlijk is eerlijk, je kan toch op Jan's leeftijd niet je levenspatroon totaal omgooien? Dat heeft toch geen zin meer? Nou ja, hij ging op een nee, maar kijk, het wil niet zeggen dat morgen twee klontjes en je bent er niet meer. Maar ik bedoel, leef lekker door, man. Ja, gewoon ja, natuurlijk, man. Lach gaan. Toch, ik heb een leven die man gehad die naast mij zit. Die is godverdomme over de hele wereld geweest. Dat geldt voor hem ook. Ja, stress. Je moet een keer tevreden zijn. Nou ja, jij wilt met 93 in een bejaardenhuis zitten met je vrouw. Gezellig. Nee, maar... dat je niet meer weet hoe ze heet. Nou ja, maar... Je elke keer vraagt, hoe heet je ook alweer? Nee, maar dit is... Kom op. Jongens, ik zeg niet dat zij oud zijn, maar... Nee, ze hebben wel een geweldige leeftijd bereikt. Wat heb je dan mee te maken? Ja. Nee, maar... Je zegt nog wel verder de kloten zijn. Nee, maar kom op, hé. Ik bedoel, nee, maar daar ben ik heel eerlijk in. Ik bedoel, wat jij allemaal hebt meegemaakt als persoon, als trainer, als voetballer... Daar moet een ander moet daar 450 voor worden, Jan. Dan moet je gewoon... Je hebt een gezegend leven gehad, man. Hé. Wereld. Hey, maar ik ben één ding wel met Wilfred eens. Kijk, Jan die is door zijn overgewicht heeft Jan wat hoge bloeddruk. Ja. En dat is op deze leeftijd, krijg je dan dat soort problemen. Dus daar zou hij iets rekening mee kunnen houden in plaats van 8 nasi-burgers te 3. Nee, nou, dat heb je weer lekker gedaan, Wilfred. Nee, maar het is meer uit bezorgdheid. Heb je weer lekker gedaan. Het is echt uit bezorgdheid, dit. Het is een serieus onderdeel. Ik meen het serieus. Als ik dat lees, schrik ik daarvan. Maar... Nou, dat is wel niks zo, een beetje, man. Ja, nee, maar, kijk, Jan, je hebt af en toe een waarschuwingetje gehad. En jouw Belgische dokter die zegt ook dat het onsje minder. Hè? Ja, maar het hoort er natuurlijk allemaal bij. Kijk, ik zit nu in de. Ik ben 55. Ik zit nu in de categorie dat iedereen een kunstknie, kunstheup, kunst dit. Weet je, die allemaal last, artrose, toestanden. Nou, en hun zit in de categorie van de tiatjes en de suikerpatiëntjes en staatkankertje, weet je, luiertje om, weet je dat? Dus dat. En over 10 jaar.
En over 10 jaar zitten ze in de categorie A. Dit is geen categorie, die weten het niet meer. Die hebben geen idee wat er gaat. Nee. Dan zit die jongen als... Ja. Maar ik zie nu alles dubbel, maar het is helaas veel te zijn. Nee. Nee, joh, maar dat is het leven, man. Ja. En ik denk altijd, er is 3 of 4% Dat zijn die mannen dat je leest van 93 die de marathon lopen van Rotterdam, weet je. Dat is die 3%. Maar al die anderen komen toch hartstikke aan de beurt, man.